allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Nou, ik heb vandaag echt heel erg leuk nieuws. Daar komt Shane aan. Ik heb vandaag dus heel erg leuk nieuws, want wij hebben eindelijk... Kom nu! Ik kom eraan. Ik werd dus alweer onderbroken, maar wij hebben dus heel leuk... Het is ons dus eindelijk gelukt om na 3 jaar zoeken en... 33 of 34 woningen gezien te hebben, continu maar overboden te worden, is het ons eindelijk gelukt om een huis te kopen. Ja, hoe moet ik het zeggen? We wouden gewoon heel erg graag hierin blijven, maar ja, dat gaat hem dus helaas niet meer worden, want het is hier nog moeilijker om een huis te vinden. Het is hier gewoon nog duurder, dus het is gewoon een soort van hele grote concessie. Hoewel de voorgaande jaren, zeg maar de 3 jaar dat we bezig zijn, hebben we voornamelijk naar woningen gekeken op deze plek waar we dus nu een huis hebben gekregen. Ik word echt gek. Dit is echt zo'n fase, echt waar. Zo bazig. Mijn zoontje dan, hè. Mij vertellen waar ik moet staan, wat ik moet doen, wat ik niet mag doen. Ik kan echt letterlijk niet rustig naar de wc, niet rustig douchen, niet slapen. We zijn echt al, denk ik, 3, 4 weken gewoon wakker. Ik ben niet weg. Omdat ze dus alle drie achter elkaar en tegelijk allemaal kinkhoesten en zo hadden. Ik heb dat vroeger zelf ook gehad. Ik weet hoe vervelend het is. Echt tot het, ja, je moet zeg maar hoesten totdat je gaat braken en zo. En 's nachts denk ik steeds van, oh, volgens mij stikken ze en zo. En nou, dan liggen ze naast me en ja, dan wil je gaan slapen. En dat gaat echt de hele nacht door, al weken. Dat heb je met meerdere kinderen. Dan is de één bijna beter en dan steekt die de volgende aan en die de volgende aan. En daarna werd ik zelf verkouden. Dat kan je nu ook wel een beetje horen nog natuurlijk. Al wou ik dit goede nieuws alvast met jullie delen. En als jullie het leuk vinden, kan ik ook het proces laten zien. Want we willen natuurlijk ook nog wat aanpassingen aan de woning gaan doen. En de woning naar ons wens maken. Maar ja, we zijn hier dus echt gewoon 3 jaar mee bezig geweest. Ik was zelfs zwanger nog toen wij begonnen aan onze zoektocht. En we hebben zelfs nog eventjes geprobeerd om aan te melden voor koop zonder kijken. Maar dat vonden we toch wel spannend, want we hebben niet heel veel eigen geld. En ze verwachten wel dat je dat los kan peuteren. In elk geval, dat zie ik vaak bij de afleveringen, dat in één keer 40.000 en dat soort dingen allemaal vrijkomt. Bij ons wel niet veel te halen. Wie weet, misschien komt dat wel. Je moet ergens beginnen. Wie weet kunnen we op een dag zeggen van start at the bottom, now we're here. Maar voor nu, ja, wij komen zelf niet echt van, ja, van heel veel, hoe moet je dat zeggen, van rijke ouders of zo. Dus het is heel leuk dat wij nu deze stap kunnen maken. En wel dus op een plek waar we de afgelopen 3 jaar steeds hadden gekeken naar woningen. Omdat je daar wel gewoon de mooiste woningen hebt, vinden wij zelf. En omdat je daar gewoon alle faciliteiten hebt. Dus alle winkels, zelfs een bioscoop, van alles. Ik zit helemaal onder witte dingetjes. Vandaag mogen we onze handtekening zetten. En dan gaan wij over precies 2 maanden verhuizen. Ik zou mezelf niet zijn als ik ook nog tussendoor een aanbetaling heb gedaan op een kitten. Die we dus over een maandje hier thuis krijgen. Heel schattig. Het lijkt precies op Dobby. Misschien hebben anderen zoiets van, nou dan wacht je toch tot een nieuwe woning. Maar dit katje die ik zag en die hele print en zo wat die heeft. Die zou echt als eerst weg zijn. En nou goed, die zou ik later dus niet meer kunnen krijgen. En deze heeft dus ook echt een hele schattige tekentjes op zijn neus. Hij gaat Bloei heten. En Bloei heeft ook echt zo'n grote dikke neus. Ik weet niet, alle moeders en zo weten wel wat ik bedoel met Bloei. Nou, in elk geval eventjes tot hier. Ik ga nu snel mijn schoenen aandoen. Ik moet de andere 2 van de basisschool halen. En de meneer hier, die heeft nergens zin in. Zoals ik net al zei, die is echt alleen maar dwars en moeilijk en bazig. En alles. Hij is echt... ja, in een hele leuke fase. Oh, ik hoor een mug of wat noem dat? Een vlieg, dat is ook allemaal weer begonnen. Trouwens wel best wel heel erg moeilijk mee dat we weggaan. Omdat, nou ja, ik dus wel gewoon alles hier heb. En alles op de fiets doe. En mijn familie, mijn vrienden, nou, een beetje mijn omaatje. Ga ik sowieso één keer in de week naartoe op de fiets. Dat soort dingen. En dat kan natuurlijk allemaal nog steeds wel. Alleen...
zal het gewoon even net wat minder soepel gaan en echt op afspraak. En nu zeg ik gewoon van, oma, ben je thuis? Ik moet plassen. Weet je wel zo. En dan zegt ze, oh ja, sure love, come on in. I'm home. En dan denk ik, oh ja, oké, ja. Dat kan dan allemaal niet meer. Of course. Wat zijn wij hier aan het doen? Ik hoop niet dat je kattensnoepjes aan het eten bent. Zou een beetje jammer zijn. Nee. Is dat wel een mensensnoepje? Ja. Oké. Okay. Maar we gaan nu eventjes onze schoenen aandoen en we gaan weg. Nee, nee. Hij is echt zo gek. Hij is ook al gewoon begonnen met inpakken. Oh, yes. Ja, we hebben de hoest. Ik heb dus ook al dozen staan. Ik heb eigenlijk overal al dozen staan. Want mama, ik moet wel in mijn eentje met... Heel veel mee. Ah, nou, gaan we die meenemen. Even voor hun ook een doosje snoep pakken. Maar ja, ik moet wel gewoon met... De anders zijn op. Maar mama, de loze... Nee, ze zijn niet op. De loze wou ik. Nee, maar... Maar die heb je toch gepakt? Wat een drama, jongens. Een andere kleur. Zoals ik zei, ik kan niet echt een normaal gesprek voeren enzovoort. Maar ik moet gewoon wel in mijn eentje met drie kinderen om me heen het hele huis inpakken. Dus als ik elke dag een beetje doe, dan scheelt dat. Want mijn vriend die moet gewoon werken. En volgens mij hebben we ook echt maar 2 weken om helemaal over te gaan. En dan moet de woning ook nog helemaal gedaan worden en ingeklust. Dus ja, eigenlijk kan het niet snel genoeg om maar beginnen met alles... te sorteren en uitzoeken en inpakken. Dozen te doen. Vind ik ook wel fijn. Kan ik tegelijk gewoon ontspullen. Maar goed, wow, we zijn 10 minuten verder. Ja. Juf, heb de foto gezien van de nummers. De foto van wat? Van de nummers. Oké. Okay. Nou, ik ga nu mijn schoenen aandoen. En dan... ga ik snel die kant op. In elk geval hou ik dit alvast met jullie delen. Want voor de mensen die mij volgen op Instagram. En ik onze hele huizenjacht heb gevlogd bijna. Het staat trouwens onder de highlights. Huizenjacht. Ja. Dit is echt huge. Dat het eindelijk gelukt is. Zonder kopen. Zonder kijken of wel. Oh, wat doe je? Wauw. Maar kom maar. We gaan. Ik ga er een eind aan breien, jongens. Ik wil lang met jullie verder kletsen. Maar dat is waarschijnlijk pas over 10 jaar of zo. Hoe oud is hij? Oh! Top. Kijk. In één keer rollen die hele gewichten eraf. Super veilig. Mama. Weet jullie. Je mag dat niet doen. Daarnaast heb ik trouwens vandaag gewoon echt een dag dat je denkt van wat gebeurt er allemaal? Echt alles gaat mis. Ik had vanochtend een hek bij school bijna plat gereden. Ik stoot in mijn hoofd aan een kastje. Daarvan moest ik huilen, omdat ik al weken gewoon wakker ben. En ik moest binnen de doekjes pakken. Nou, dat gaat gewoon niet helemaal lekker. Hoi, nou we zijn een aantal dagen verder en wij gaan vandaag dus eventjes kijken naar wat voor keukens er allemaal zijn. Dus we willen even kant-en-klare keuken zien en we willen even naar de IKEA om te gaan kijken wat de opties zijn met de afmetingen van de plattegrond die we hebben van onze nieuwe keuken. Dus ja, dat gaan we nu eventjes doen. Een beetje landelijk, deze is heel erg strak. Deze vind ik zeker niet lelijk. Maar ik zou andere kastjes willen. Yes. Dat was Billa. Ik heb ook een cadeau gekregen van mijn opa. Maar goed, snap het dus. Ik kan gewoon serieus je favoriete tv-serie kijken in je oven. Oh, freaking kidding me, mijn favoriete oven. Kijk dan. Nou, wij zijn net bij mandenmakers nog wat geweest, maar het
dat is echt, als je binnenkomt, dan voel je gelijk van... Ja, bijna intree betalen. Ja, didn't make it that far yet. Dat je gewoon binnenkomt. Dat je binnenkomt en dat je denkt van, nou, die mensen die gaan echt denken van, wat doen hun hier? Ja, wij zijn niet chic genoeg gekomen met ons. Nee, maar goed. Als je dus, voor ons is dat nog niet realistisch. Dus die andere twee waren wel oké. Okay. Deze dus, die keukenconcurrent en die daarnaast zit, keukenkampioen. En we gaan nog eventjes bij IKEA kijken, maar mandenmaker. Nee. We zijn ook even snel naar wat badkamertjes gaan kijken. Want dat moet uiteindelijk ook gebeuren. Dus ik was gewoon even heel benieuwd wat er allemaal is. Hoi, we zijn inmiddels weer 2 dagen verder. Want we zouden dus nog naar de IKEA gaan om te kijken naar keukens. Maar de oppas die we op dat moment hadden, kon toch maar even niet meer langer oppassen. Dus het was echt even balen. Maar ja, we gaan volgende keer dan weer verder. Dan gaan we dan eventjes naar de IKEA kijken. Rustig, hoop ik. Oh, concealer helemaal hier. Shit. Nou, vandaag mogen we dus voor het eerst gaan kijken naar het nieuwe huis sinds de bezichtiging. En de kinderen gaan dus ook het huis vandaag voor het eerst zien. En we zijn onderweg naar 2 scholen die wij vorige week al hebben bekeken. Die wij heel erg leuk vinden voor de kinderen. Dus nou gaan we met hun heen, zodat hun kunnen kijken wat zij van de scholen vinden en welke zij het leukst vinden. Dus ja, hier is het echt super stil. Ja, dus dat gaan we nu doen. Dus hierna zal ik nog eventjes wat beelden laten zien van het nieuwe huis. En... ja. Ik doe een paradigma. Oké. Dat heb je kapot gemaakt. Nee. Ja, dat zei ik toch? Superheldbad! Superheldbad? Nou, niet met je handen aan de wc. Kinderen zijn nu op dit moment eventjes in de Intertoys aan het kijken. Want we hadden gezegd dat we zo meteen even naar de Intertoys zouden gaan. Maar goed, de auto stond nog helemaal open met ramen en sleutel erin. Dus ik ben maar even teruggegaan naar de auto. En ik dacht, dan kan ik ook even een kleine update geven over hoe en wat. Maar wow, ik voel me echt helemaal leeggezogen op dit moment. Het is natuurlijk een hele lange ochtend alweer met... om 9 uur bij de ene basisschool. En dan moesten we tijd doden in de speeltuin een uur. En dan hadden we om 11 uur de volgende rondleiding op de andere school. Moesten we weer tijd doden. Een beetje winkels en dat soort dingen. Volgens mij net andersom. Ja, liefie. De kaarten van even. Net even andersom. Na de eerste rondleiding gingen we even tijd doden in het winkelcentrum. En na de tweede rondleiding gingen we naar het speeltuintje waar we vaker geweest zijn. Gingen we daar even tijd doden. Alleen ik heb dus de hele dag nog niks gedronken. Dus gewoon vanochtend weggegaan om 8:30 niks gedronken. En ja, ik begin een beetje hoofdpijn te krijgen. Het is vandaag ook heel erg mooi weer.
Dus daar ga ik zeker niet om klagen. Alleen, het is wel echt eventjes veel zo. Ik heb ook echt heel erg veel dorst. Ze willen echt niet verhuizen. Ze vinden onze nieuwe huis stom. Wij waren natuurlijk hartstikke enthousiast om een nieuwe woning te laten zien. Ik had natuurlijk ook niet verwacht dat hun dachten van, oh wauw, leuk huis. Ik had wel een beetje weerstand verwacht. Omdat ze nu ja, fijn wonen en niet willen verhuizen. Maar en huilen en verstoppen en dat soort. Ja, ik ben gewoon echt eventjes drained. Echt even leeggezogen. En ja, ik hoop dat het goed komt. Iedereen zal wel zeggen, ja, het komt altijd goed. Het komt allemaal goed, maar ik vind het gewoon geen fijn gevoel. De kinderen zijn natuurlijk alles voor ons. En wij doen dit ook echt zodat iedereen een eigen kamer heeft. En omdat hier gewoon veel meer kinderen ook in de buurt wonen en dat soort dingen. Maar ja, en het leven gewoon beter voor ons gaat worden, ook financieel. Maar dat zien hun natuurlijk nu allemaal nog niet. Dus ik vind het heel rot. Maar goed, ik hoop dat het allemaal een beetje los zal lopen. En dat ze het uiteindelijk wel leuk gaan vinden. We zijn dus nu weer thuis. En nou, het was eventjes een beetje lastig om de woning op een rustige manier te bekijken. Omdat er heel veel emoties bij kwamen kijken van de kinderen. En ook dat ze moe waren en er geen zin in hadden en dat soort dingen. En dat snap ik ook allemaal wel. Maar ja, de volgende keer dat we er naartoe gaan, dan is het gewoon echt om te gaan klussen. Dus wij wouden eigenlijk nog wel het een en ander opmeten en echt even goed kijken. Maar dat was dus niet echt helemaal mogelijk. Nou, in elk geval heb ik stukjes laten zien van de nieuwe woning, hoe het er nu uitziet. En we gaan uiteraard nog heel veel aanpassen. Zoals je hebt gezien ziet de keuken er niet echt uit. Maar goed, dat is iets voor op een lange termijn, denk ik. Dan moeten we eventjes gaan kijken van hoe en wat en wanneer. Maar de wc moet wel eigenlijk zo snel mogelijk gebeuren. Er zit een hele hoge pot op en eigenlijk is die wc gewoon echt af. Dus eigenlijk moeten we een beetje stap voor stap alles aan gaan pakken. Dus het lijkt me heel erg leuk om jullie mee te nemen in dat proces. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende!